Brabantië is zeker een Brabants bedrijf in hart en nieren. Meneer Cox, 100 jaar Brabantia, waar zijn we nu? We zijn op de hoek Brabantialaan Eindhovenseweg en daar is Brabantia begonnen. Ik zie alleen maar een straatnaambordje. Ja, maar de rest die vindt u in het museum in Waalre. We staan bij een foto. Wat zien we hier? We zien hier dus de hele fabriek van Brabantia, dus aan de Brabantialaan. En waar dat het is begonnen, op deze plaats. De pedaalemmer, misschien wel het bekendste product van Brabantia? Nou, het is in ieder geval het product wat dus tot op dit ogenblik het grootste product is binnen Brabantia. De pedaalemmer is ons populairste product. We hebben inmiddels 80 miljoen wereldwijd verkocht. En daarmee is het een iconisch product voor Brabantia. Brabantia, toch zijn we in Overpelt en dat ligt in Vlaams-Limburg. Nou, Brabantia heeft haar wortels zeker in Brabant. Ons hoofdkantoor zit natuurlijk nog steeds in Brabant. Daar doen we de ontwikkelingen en het design van de producten wereldwijd. En Brabantia is zeker een Brabants bedrijf in hart en nieren. Als ik hier rondloop, krijg ik toch een beetje de beelden van, oh ja, vroeger bij opa en oma thuis. Ja, inderdaad. Inderdaad, dus met de producten erbij. Maar ook de welvaart, die ging dus met stappen dus omhoog. En er waren dan huwelijkslijsten. En dan toekomstige bruidsparen, die spaarden dus eigenlijk voor zijn hele collectie. Ik moet er niet aan denken. Ja, ik geloof het best. Mevrouw Zwerver, we zijn nu in de showroom en we zien keukengerei, pedaalemmers, wasrekken. Maar ja, veel van deze spullen kan ik ook bij IKEA kopen. Is IKEA voor u de spreekwoordelijke nagel in de doodskist van een 100-jarige? Nee, dat is het zeker niet. Onze consumenten kiezen voor Brabantia omdat ze de combinatie van kwaliteit, design en een heel mooi, makkelijk gebruik. Dat en dan kunnen ze in Brabant beter dan in Zweden? Dat kunnen ze in Brabant als geen ander.